Dit is natuurlijk een dag waarvan je hoopt dat hij nooit zal komen. Want wat hier is gebeurd vandaag, raakt iedereen. Het is een onbeschrijfelijk leed. En in eerste gedachte gaat natuurlijk mijn gedachte uit naar de ouders van de kinderen van de leidster. Het kleine broertje, het kleine zusje. De grootouders en de directe familie. Ik ben vanmorgen bij hen geweest. En u kunt zich voorstellen dat er geen woorden zijn voor wat hen vandaag is overkomen. Ook de machinist en de conducteur en vele omstanders die het ongeluk hebben meegemaakt, zijn diep, diep, diep geraakt. We hebben in wijkcentrum De Hille en in sporthal Ussensteld hebben plekken ingericht waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, gesprekken kunnen hebben met slachtofferhulp. Het ongeluk laat grote gaten na op het kinderdagverblijf, in de school en in de directe omgeving van de gezinnen die het betreft. En we zien vanuit het hele land dat heel veel mensen zich betrokken voelen bij dit ongeluk. Ik wil de politie, de brandweer en de ambulancemedewerkers en alle hulpverleners bedanken voor de professionaliteit waarin zij in uiterst moeilijke en emotionele omstandigheden hun werk hebben verricht vanochtend. Het is heel fijn om op hen te kunnen rekenen als een gemeenschap het zo moeilijk heeft. We krijgen vanuit het hele land medeleven. Onze koningin heeft een tweet verstuurd, de minister heeft gebeld, de staatssecretaris heeft contact opgenomen om hun betrokkenheid te laten weten. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die vandaag hun kind hebben opgehaald van het kinderdagverblijf om bij hun kinderen te zijn. Vandaag wordt elk gezin geraakt. Het is een zwarte dag.